Ik stel me zo voor dat hij ooit geboren is in een klein dorpje in Afrika. Een compleet andere wereld dan dit hier. Middelburg, 1615. Het oorlogsschip De Zeehond vaart uit. Het is het oorlogsschip van de admiraliteit van Middelburg. Kijk, daar gaat hij. En aan boord een belangrijk man. Wie hij is, dat weten we niet. Maar aan het uitgelopen publiek te zien, moet het een bijzondere dag zijn. Er is muziek, er zijn paarden, kanonschoten. Maar als ik alles stilleg en inzoom op dat schip, dan zie ik aan boord een klein jongetje staan. Wie is hij? Als je hem eenmaal hebt gezien, gaat je blik steeds weer terug naar hem. Ik vraag me af, hoe zou hij zich hebben gevoeld hier, op dit schip? Kijk nu, Hollandse Meesters herzien op NPO Start.